Ze is twee keer te gast geweest aan de bar van Vandaagensite. Columniste Jessim Kenden, de boezemvriendin van Ferry Doedens, die al na één optreden uit de slimste mens vloog. Eén keer zat ze er om te praten over D-sterretje CKPICS, later was ze te gast in de beruchte kaarsuitzending. Daar kreeg ze het aan de stok met Johan Derkse. Na die uitzending is Jessim nooit meer welkom geweest aan de bar van VI. En ze heeft een beetje wat Stella Bergsma ook heeft, dat kan ze maar niet loslaten. Ze sprak er in december al haar ergernis over uit en nu klaagt Jessim weer over het feit dat ze nooit meer mag. Jessim vertelt in HLF 8: wat ik eigenlijk vind is. Zij zijn van de ongezouten mening. Ik ook. Wat ik wel gewoon jammer vind is: het is niet zo dat alleen zij een ongezouten mening mogen hebben. Ik heb ook een ongezouten mening. Het zou ook tof zijn als ze hadden gezegd: oké, okay, inderdaad, we zijn het niet met haar eens, maar tof dat ze. Het zou Jessim goed doen als ze weer eens wordt gevraagd. Zeker, natuurlijk. Ik durf dat we. Denkt ze dat ze kans maakt? Nee. Kijk, als ze echte ballen hadden gehad, dan hadden ze gezegd: oké, okay, we nodigen haar nog een keer uit, want we houden van vrouwen met een onge. Het zou de mannen sieren, vindt Jessim. Ik vind het ook een supergoed programma. Ik vind het leuk. Dat Filemon Wesselink denkt dat Jessie met niet zo persoonlijk moet nemen. Zelf was hij jarenlang te zien als tafelheer in DWDD totdat hij er opeens uitlag. Dat is heel vaak bij talkshows. Ik was een tijdje tafelheer bij de Wereld draait door en toen zei Matthijs op een dag van jij bent de beste tafelheer ook. Vervolgens heeft hij nooit meer iets van zich. Hij vervolgt: "Ik vind dat ook helemaal niet erg." Je weet gewoon met zo'n programma: zij moeten vooral stralen. En als er iemand zit die dat faciliteert, dan vinden ze het prima. En als je in de weg gaat zitten. Ben